Hé, hey, waar komt die vandaan? Wat? Shit! Gaat helemaal mis! Oh jeetje! Ah. Gooi de lava neer, gooi de lava neer! Ja, ik kan hier weg, mijn toetsenbord doet het niet. Oh, lava, komt ie, gooi je lava neer. Ik heb geen lava. Ik heb lava. Ah, hou dat in, jongen, beest dan. Kom hier naartoe. Kom. 4 of 5? Kom hier naartoe. Ja, maar dan ga ik toch naar lava, jong. Oh, sorry, dat is natuurlijk niet slim. Weg, goed, oh, je spulletjes. Ah, dat is niet zo slim. Ja, dit was niet zo slim. Je probeerde te zwemmen in een plas lava. Staat hier. Dat is niet echt succes geworden. Ook mijn hele pakje zat erin, hè? Hele mooie... Ja, het lijkt alsof het ook allemaal weg is, ja. Wie gooit er nou lava neer? Ja, dat was ik. Maar ik bedoelde eigenlijk met kom hier dat je die steen op moest, maar toen liep je erin. Maar ik snap het ook wel, paniek-situatie. En ik heb het ook niet makkelijk gemaakt. Al die... En je wordt ook gebeten, hè? Die rotlui. Zo, weg met die rommel. Hey, ik offer wel even onze... Ons ijs. Doen. Ik zit even te kijken hoe die lava hier wegkrijgt, want ik ben een beetje aan het handelen erbij. Oh, dat is ook mijn emmer trouwens. Ook kwijt. Oh. Kom op. Weg ermee. Is het nu weg? Bijna. Nu is het weg. He. Alleen daar nog. En hier nog. Wat een toestand. Oké. Okay. Een idee. Ik leg hier mijn bronblok lava neer. Dan ga ik de boeken opmaken. Hé, jongens. Nou, ze willen... Oké, goed. Next. Kan ik ook lava van jou krijgen? Of dat werkt niet? Ik heb nog maar één emmer. Ah, ik zie alweer een spawner. Ja, als we er niet naartoe hoeven, dan moeten we er ook niet naartoe gaan, denk ik. Als het onder steeds doorheen loopt het glitch. Mm-hmm. Goed. Waar had jij de lava vandaan dan? Oh jee, ik ga hier dood hoor. Oh jee, oh dit was niet slim van mij. Oei. Waar had jij de lava vandaan? Als je bij ons, bij de bek, dan kun je naar beneden. Oké. Okay. En daar dus. Oh, dit ligt. Oh jee, goed, jongen. Oh, ik ga hier denk ik dood nu. Oh nee, toch niet. Oei. Ik pak het niet al te slim aan. Zo, koepel op. Zombie. Oh, er zijn heel veel zombies. En toen gooi je de hier lava neer. Even kijken. Zo, ze kunnen wel tegen lava, hé. Dat is best wel handig. Hoe ga ik dit nu doen? Ik kan beter zo doen, denk ik. Met mijn zwaard. Ja, dat gaat beter. Dat gaat beter. Heb je al wat spullen bij elkaar kunnen rapen? Ja, ik ben bezig met lava halen. Eén emmertje? Alleen helemaal weer die trap op. Pas ik een emmer vergeten. Het is ook wat. Het is zeker wat, hè? Het is ook al laat, hè? Misschien heeft het daarmee te maken. Dat zou een... Ja, zou een rol kunnen spelen. Hoewel ik soms wel eens beter word als het laat wordt. Oké. Okay. Ja, dan neem ik ook altijd stokjes van de eerste hand. Dus het kan zijn dat ik me beter voel. Zodat ik dan niet echt beter ben. Want echt beter worden, ik? Nou, aardig gestabiliseerd het afgelopen jaar. Ik vind dat je het goed doet. Oh, dan lopen hier allerlei enge monsters rond. Die doen we mij natuurlijk straks in de lava. Pas op. Dat is voor niemand leuk. Ik ga maar gewoon een eindje lekker door hier. Het is allemaal in mijn garage. Nou, doe ik. Ik ben wat hoog gegaan, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik zit een beetje boven die zombies. Ik kijk ondertussen een beetje links en rechts of ik het zie. Ik kan nog steeds rechtdoor, dus ik ga gewoon lekker rechtdoor.
Dus het is niet zo heel moeilijk te vinden, omdat ik vrij hoog zit. Ah, vlak boven spawnen zo te zien. Kan niet mee, helaas. Oh, ik heb ze even boos. Ja. Niet de beste plek om zombies boos te gaan zitten maken. Hier nu maar vooruit. Als je nog zandsteen hebt, gewoon lekker spullen mee te nemen even. Als je nog een stapeltje kunt meenemen. Ja, maar even kijken. Maar, in de kist misschien? Wat is misschien? Wat is dit dan? Oh, heel veel. Ik heb nog wat gevonden hier. Wat is dit? Potions. Hey. Potions medium. Medium? Ja. Dat is niks voor ons. We moeten meer het harde werk hebben. Oeh, zit wel heel veel in. Spattende drank der regeneratie. Drank der kracht. Drank der vlotheid. Spattende drank der genezing. Nou, dat neem ik allemaal mooi mee. Lijkt me. Dunkt me. Yes. Ik hoor links van mij zilvervisjes, maar die heb ik niet vrijgelaten. Dus dat klinkt misschien als een spawner. Miskleun. Hè? Kan zijn van mij een kleine miskleun, hè? Nee, die zijn allemaal al dood vanwege de lava. Dit zou als een spawner kunnen zijn. Bestaan er spawners met zilvervisjes? Ja, dat is de enige plek. In the end. The horror. In the end vind je toch altijd een. Bij de poort vind je toch altijd een zo'n spawner. Oké. Okay. Oh! Oké, het is een hele dikke muur, maar ik hoor ze echt spawnen, jongen. Dit klinkt niet best. Niet best. Het is zo mooi neer met dat zwaard. Hop. Ik ga gewoon het geluid af. Hè? Ik zeg, kom maar aan. Goed zo. Het heeft even geduurd, maar... Ik weet niet waar ik ben, joh, maar... Oh, hier. Wat ik niet zo goed begrijp, is dat ik... Oh, je bent bovenlangs gegaan. Oeh, hier zijn heel veel zilvervisjes, zeg. Oh, ik heb allemaal zandstone achtergelaten. Ik ga weer terug. Ben je bovenlangs gegaan? Hup. Ik ben, Arjan? Ik ben boven, nee, ja, bovenlangs, ja. Als je een stukje doorloopt, is er een wegje naar boven, kun je helemaal doorlopen, bovenlangs. Ik dacht dat we in mijn graden huis gingen. Ja, ben ik min of meer rechtdoor gegaan daar. Min of meer, maar dan rechtsaf. Ben ik rechtsaf gegaan dit, toch? Of niet? Je gaat hier het hoekje om. Oh ja. Zie je? Wat een boel lava ligt daaronder. Ja, kijk, daar ben je. Hey. Maar nu hoorde ik hier zilvervisjes, daar ging ik op af, maar... Ik heb dat is natuurlijk veel slimmer om gewoon bovenlangs te gaan. Dan komen er niks zombies. Alleen die zombies die zijn me wel via de lava omhoog. Dat is dan wel weer lastig. Zo. Gaan we hier rechtuit of gaan we hier in de... Nou, ik hoor de zilvervisjes. Nou, daar ben je heen. Maar... Zal ik graag doorgaan hier? Oh, er is wat hoor. Hier is wat. Hier. Even één niveautje hoog. Misschien veilig. Hier, een spawner. Waar ben je? Ja, ik sta achter je, zeg maar. Dit is een weg hoor, een pad hier. Hé. Hey. En heel veel zombies. Ik zit even te denken hoe we hier nou... We moeten even afzetten dit. Oh, dat is echt heel veel varkenszombies, hé. Het zijn echt... Too much to handle. Even kijken hoe we dit nou kunnen doen. Ja, ik zie het al. 1, 2, kom op, weg daar. 2 en nummer 3, yes. Oké, ze kunnen er niet meer in ieder geval hier langs. Dat is prettig.
Ik weet niet precies wat ik hier nu aan het doen ben, maar voor mij is het aardig handig. Aardig handig? Ja, ik geloof dat ik aardig handig bezig ben. Als zijnde met dit is de dag die je wist dat zou komen? Hoe kan dat nou? Ik leg mijn lava neer en hij is gelijk weg. Ik tik er ongeveer 2 keer op. Alle mensen! Wat een zombies. Hier, deze spawner is kapot. Dan ga ik daar nog even dichtmaken. Wacht hoor, ja. Oh, wacht even, zilvisje. Oh, zilvisje oproepen. Oei. Oh, staan de lava. Oeh. Dit is toch die dingen. Willen ze steeds de lava insturen? Of spawnen ze daar ook nog? Wilfried, hier is het aardig, safe. Behalve dat ik in de fik sta. Oeh, een zilvervisje. Dat is een spawn hier, pas op. Pas op, kom naar boven. Kom naar boven. We maken de blokkenpot eronder. Zo. Hier staan we aardig safe. Hoog kunnen we niet komen. Oh jeetje. Dat is de plek, daar moeten we zijn. Die is de wol. Hoe kan je dat zien? Oh ja. Dus, wacht even. Zilvervisjes. Ja, ik zie het heel veel. We moeten hier even uitzien te komen. We moeten niet meer op de grond. Heb je nog zandsteen? Nee, zandsteen heb ik nog. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Ik denk dat die gaat werken. En zo niet? Sorry. Je kunt toch gewoon boven langs, of niet? Ja, zo hier langs. Kijk, als je een stukje doorgaat. Hier. Maar waarom niet via deze kant dan? Nou, omdat het daar allemaal heel erg link en lomp is. En daar zijn varkenszombies. En we nemen dan de opening. En volgens mij als we hier zeg maar de zijwand pakken. Kijk eens. Als we hier een beetje doorgaan. Hier bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Hier. Ja, maar dit is een perfecte weg. Hier kan ons niks gebeuren. Oh, hier is bedrock. Dat is ook niet best, hè? Bedrock, dat haar met lastig. Oké. Okay. Dat is goed. Je hebt een perfecte weg. Maar er zijn ook varkenszombies, die kunnen wel bijkomen tot niveau, hè? Denk je dat? Ja, weet ik zeker. Dus je moet in ieder geval een tandje hoog komen. En als ze dan springen, kunnen ze nog bijkomen. Toontje hoger. Ik probeer het even af te sluiten hier zo. Pas op, er ligt lava onder. Ja, ze spawnen daar dus. Kijk uit. Oh, hier heb je ook vaak... Ik heb lava gestrooid. Gaat het? Ja, hier staan heel veel varkensstompjes om te doen. En die hele vloer onder de lava liggen. Als wij nou op zandsteen kunnen blijven, dan zitten we safe. Ja, toch? Wat zijn er voor spawners in de hoek? Als dat blazespawners... dat zijn ook allemaal... Als dat blazespawners zijn, we echt niet vrolijk. Oh, dat zijn zilvervisjes spawners ook. Nou. Ik ben al heel even bezig met deze varkenszombies hier. Goed hoor. Dat doe je heel goed. Tintje, pakken we goed aan, zeg. We zijn al een half uur bezig. Dan hebben we de wol al. Ik word hier wel blij van, hoor. Kijk uit dat die spawners niet... Wat? Spawnen, boven hier spawnen. Oeh. Kapot. Oh! Kijk je uit. Eentje raakt mij. Oh. Hier dichtmaken, Jammel. Je kunt hier al bij, hè? Hé. Hey. Oh. Rode wol. Nou, dat is toch de ene moeilijkste. Rode. Ik heb ook allemaal nog spawners in de hoek. Wat zit er nog meer in? Daar staan ook nog kisten. Kun je daar ook bij? Oh, dat is leuk. Even kijken wat er is. Even kijken of er een manier is. Zul je net zien dat we nu onze doodvonnis tekenen? Nou, ik sta hier gewoon even veilig. Oké. Okay. Als ik hier lava neergooi, dan komen die varkenszombies dus allemaal. Die zwemmen er langzaam omhoog. Maar het is wel heel leuk, er zijn wel heel veel zilvervissen hier nu onder. En ik trek ze allemaal mijn kant op nu. Die varkenszombies, hè? Hm. En die zilvervisjes, nou dan maak ik straks... Even korte metten mee met de lava. Hoewel ik dan wel bang ben. Oei, pas even op jongens. Kan ik niet vanaf hier of zo? Zo. Maar ze springen. Ze springen, dat vind ik niet heerlijk. Maar het is maar hier een varkenszombie spawnen. Die moeten we gewoon even wat mee doen dan. In zin van kapot maken. Ja, hier spawnen gewoon 2 en 3 tegelijk.
Als ik hier lava neergooi, dat is even het probleem dat ik heb. Nee, maar dan gaan de kisten. Die kisten eraan. Maar als ik hier afval, dan ben ik ook weer dood. Het is allemaal een beetje ingewikkeld. Ik val eraf, dus ik ga nu dood. Ja, dood. Oh, wat vervelend. Dat vind ik echt niet leuk. Mijn spullen liggen daar. Oh, dat vind ik echt niet leuk. Dit was een domme actie. Ik zag hem al aankomen, mijlen ver eigenlijk al. Hoe gebeurde dat dan? Ja, gewoon een domme actie. Ik sprong eraf en dat was niet goed. Maar gelukkig weet ik wel de weg snel te vinden. Dat is dan wel weer prettig. Alleen mijn spullen liggen daar dus nog. Maar aan de andere kant kunnen we wel makkelijk bij de wol. Als we die spawnen weten uit te schakelen daar, waar ben jij nou dan? Oh, daar. Ik sta nog steeds in de fusiebox. Als we die spawnen daar weten uit te schakelen. Ik kan bij, heb je nog wat blokjes voor mij? Ja. Kan ik bij mijn spullen proberen te komen, ondanks dat ik geen wapens of dat heb. Dan ga ik nog even een poging wagen. Trek ik anders, probeer ik al die zombies hier even hierheen te trekken. Oh, dat is goed. Probeer wel bij me te komen hoor. Ja. Ik zal eens kijken of ik die kan raken met mijn boog. Kijk, nou is die boos op mij. Ik heb wel wat spullen opgepakt. In ieder geval mijn... Pas op, die zilvervis die gaan ook wat omhoog, zie ik daar. Ja, maar emmer ligt hier nog met lava, denk ik. Oké. Okay. Oh, pas op, ze komen naar jou. Dan komen ze mij, maar dat is niet zo heel erg, want ik sta ietsje hoger nu. Je moet ze jou weer hebben. Slim, hé. Ah, die zilvervis, joh. Dat is lastig. Maar hier is ook een spawner boven. Dan kan ik natuurlijk niet weghalen. Je hebt niks. Nou ja, ik kan hier wel zilvervisjes doorslaan. Maar als je nou je houweel hebt, dan kan je die spawner uitschakelen. Ja, precies. Als ik hier één... Hoe kom ik nou aan een monsternest dan? Monsternest? Ja, ik heb een monsternest. Een stenen monsternest. Oftewel zilvervisjesstenen heb ik te pakken. Ik weet echt niet daar aan kom. Well, I don't know either. Ik kan natuurlijk wel met mijn... Oh jee. Ah, dat was een goede actie, maar niet juist. Ze kunnen nu bijkomen via mijn dingetje. Ja, ik zie het. Ik ga de trap op. Ik ben helemaal zenuwachtig. Ik loop de trap naar boven. Is niet goed. Heb je nog wat in de kist? Oh, een houweel. Een zwaard. Oh, leuk. Een boog. Ja, dat hoort niet zo ver aan natuurlijk. Pijlen. Haha. Nou, ik neem even wat mee. Ik weet niet of het handig is. Maar... Kom eraan hoor. Kijk alsjeblieft uit. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, die spullen, lekker de boel laten. Gewoon die rode wol pakken, maken dat we wegkomen. Dat is ook een optie. Maar ja, er liggen wel spullen. Pakjes met spreuken erop. En ik denk, ja, die ene varkensombiespon, als die nou uit is. Die stomme zilvervisje, dat vind ik nog niet zo vervelend. Ja, vind ik vervelend vanwege die varkensombies. Die maken het vervelend. Maar een lava, joh, dat zou mooi zijn. En die ding, en dat ding kapot, is ook mooi. Dat ding kapot heb ik nu. Hup, hier, ik haal die dingen even hier naartoe. Die varkensombies. Hoe kan ik? Kom maar. Nu zijn ze bij mij, hè? Ja, maar hoe kan ik die spawner kapot maken? Welke spawner? Die hier staat. Oh, met die varkenszombies. Daar kom ik net niet bij, hè? Nee, lastig. Die varkenszombies kunnen wel een beetje bij mij in de buurt komen, zie ik. Ze springen wel hoog. Shit, ik ben... Oh ja, nu ben je dood. Daar is niks aan te doen. Hé, haal ze toch niet hier naartoe? Jawel, man, maar ik heb heel veel spullen, mooie spullen. Oh, apocalypse. Oh, ik kom ook in. Oh, nee.